Na de conceptcheck begon ik met het verder onderzoeken naar hoe ik de deconstructie en ongemakkelijkheid het beste kon vormgeven. Het meest interessant vond ik de constructie van de corsetten en hoe mensen zich zo kunnen pijnigen om er mooi uit te zien. Daarom is het corset ook veel terug te zien in mijn eerste schetsen. Door de bollende vormen die ik in de schetsen bij de Design Challenge had gemaakt, leek het me een goed idee om een crinoline te maken als fysieke dwaal. Met een aantal wiskundige berekeningen wist ik de precieze helling van de rok te kunnen berekenen, waardoor hij qua afloop precies zo is geworden als ik wilde. Alleen moest hij eigenlijk een ovale vorm hebben, maar dat lukte niet helemaal. Hier ga ik bij mijn virtuele experimenten verder op in. Om een helder beeld te krijgen hoe luxe er nou echt uitziet, begon ik met het tekenen van 12 historische kledingstukken. Allemaal uit een ander tijdvak, maar allemaal extreem luxueus in hun tijd. Later in het proces heb ik de beste jurken uitgekozen en daaruit elementen gehaald die ik wil gebruiken in mijn collectie. Zoals de rococo-strikken, de brede heupen van de robe à la française en de diamanten van Marilyn Monroe's Happy Birthday Dress. Bij verschillende kringloopwinkels heb ik veel dingen zoals servetten, tafelkleden en gordijnen gekocht. Allemaal in het wit, zodat ik ze zelf op een natuurlijke manier kan verven. Om de materialen bij elkaar te testen, maakte ik materiaalcollages. Ik scande eerst de kledingstukken in en daarna heb ik ze op Photoshop bewerkt. Zo is dit het kant van een gordijn en is dit de cup van een BH. Vervolgens vond ik het ook wel heel leuk om in real life collages te maken. Ik begon met het corset en de crinoline en begon daar overheen te mouleren en te draperen. Het werd een gelaagd silhouet met draperingen en asymmetrie. Ook door het oprollen van bepaalde delen leek het alsof iemand probeerde de kledingstukken uit te trekken. En dit vond ik eigenlijk wel een heel interessant fenomeen om te gebruiken in mijn collectie. Iemand wil de kledingstukken uittrekken om minder te hebben en daardoor vrijer in beweging te zijn. Hoe meer luxe je verliest, hoe vrijer je je voelt. De collectie wordt door één persoon gedragen en wordt laag voor laag uitgetrokken. Elke laag is een nieuwe outfit. Het begint met de grootste, meest theatrale outfit ooit. De ultieme kitsch. Echt mega groot. En met ook nog een hoofdtooi van Kant erachter. Als die laag uitgaat, is er een iets simpelere outfit te zien. Vervolgens gaan de schoudercrinolines eraf en zijn de draperingen en kenmerken van het willen uittrekken van de kleding te zien. De bovenste rok is opgerold en één arm is al uit de mouw. In de derde outfit is te zien hoe er nog maar een enkele laag stof over de crinoline ligt. Maar de luxury is met diamanten is hier ook nog te zien. Als deze uitgaat, zijn enkel de ribben van de crinoline nog zichtbaar. Hier is de crinoline scheef, asymmetrisch en kapot. Het corset is enkel nog maar van transparant organza gemaakt. Wel is hier al de bodysuit te zien die gedragen wordt onder alle outfits. Dit is de laatste laag, een form-fitting pak van tulle mesh of lycra. Ook de handen en voeten zijn bedekt door dit pak. Deze is bezaaid met diamantjes en parels. Het pak kan je ook scannen met een Instagram-camera en dan krijg je de eerste outfit, de eerste laag, weer te zien en dat jij die over het pak aan hebt. Als je tikt op het scherm, komen ook de andere outfits voorbij. En kan je dus deze luxe outfits virtueel wel aantrekken, maar fysiek in het echte leven niet. Ik heb veel dingen uitgeprobeerd voor technieken en materialen. Ik heb geborduurd, gelasercut, gegraveerd, geverfd met de hand, gestempeld met een stencil en sublimatieprint geprobeerd. Het was heel leuk om te doen, maar ik ben erachter gekomen dat de meest milieuvriendelijke manier is om digitaal te printen. Voor de bodysuit ga ik dit doen. Door middel van zwarte thee heb ik ook verschillende keren stof geverfd. De eerste keer zonder aluin en de tweede keer met aluin. En die was veel beter. Een aantal van deze kleuren gebruik ik als kleur in mijn collectie. De kleurkaart en het conceptbord heb ik iets aangepast. Ik heb er meer roze tonen in gebracht en een metallic goud.
ik heb een aantal scans van Kant die ik ga gebruiken in mijn design. Daarnaast heb ik uit het Chloe Fabric Book een aantal mooie stoffen uitgezocht. Voor mijn kringloopstof heb ik goede gelijkenissen gevonden in de al bestaande Chloe stoffen. Dit zijn nylon mat, silk double georgette en poplin geworden. Door de test te doen fysiek en in Chloe kon ik het goed vergelijken. Ik heb nog een aantal variaties voor een print gemaakt, maar ik blijf er toch bij dat het monogram met schaduw, dat ik die het beste vond. Ik begon deze periode met het afmaken van de hoodie. Ik ben blij met het resultaat en hoe de renders zijn geworden. Ik heb veel tijd besteed aan de details, zoals het merklabel aan de binnenkant en het maatlabel en ook de koordstoppers. Voor een opdracht voor digital draping heb ik een uitgebreid fit report gemaakt voor deze rok. Voor visualization heb ik van een hoodie een blouse gemaakt en heb ik ook veel nieuwe dingen geleerd, zoals piping toevoegen, zelf een knoop maken en pareltopstitches maken. Ik vond het heel leuk om bezig te zijn met het maken van een environment. Hierin had ik een avatar met een parelrok geplaatst. Die parels had ik ook gemaakt als OBJ. Ik heb ook nog een tas gemaakt, maar dit vond ik wel heel moeilijk in Chloe. En tenslotte is dit het resultaat van de opdracht van Emma. Ik heb hier zoveel van geleerd en ik ben ook heel blij met het resultaat. Mijn eerste test voor een crinoline was een donutvorm waar pressure in zat. De tweede poging was om de avatar zelf de juiste mate te geven, zodat de stof goed zou vallen. Poging 3 was door een parel OBJ vorm te vergroten en die als onderlaag onder de stof te gebruiken. Daarna vond ik een gratis download van een crinoline gemaakt met een hele stevige stof. Maar deze kon ik niet afknippen tot een kortere crinoline. Daarna heb ik mijn eigen fysieke crinoline nagemaakt. De stof was hier alleen niet sterk genoeg voor. Hier heb ik ovale vormen een hogere render thickness gegeven, waardoor het bol bleef staan. Door te exporteren en importeren als OBJ bleef het staan. Dit had wel de juiste vorm, maar er zaten nog hoeken in en het was niet realistisch genoeg. Als laatste poging maakte ik een ovale ring en die freeze ik. Dit werkte wel. Met stroken stof in de juiste hoogte en breedte heb ik deze crinoline uiteindelijk gemaakt. Hij is nog niet perfect, maar ik weet wel al hoe die dat kan worden. Na veel proberen en veel try-outs was het eindelijk wel gelukt om de diamant mooi te krijgen en als trim te kunnen gebruiken. Maar die diamanten moesten natuurlijk op een rok. Daarom maakte ik een textuur in Illustrator, zodat ik die op de stof kon doen in Chloe en daar de diamanten als trim op kon zetten. Het corset wat ik in de vorige fase al had gemaakt, heb ik nu aangepast en beter passend gemaakt naar het lichaam door alle baleinen helemaal te spelden. Vervolgens heb ik al deze elementen toegevoegd in één outfit. Dit is niet de outfit die in mijn collectie gaat komen, maar het was puur qua technisch om te zien hoe alles samenviel. De materialen die ik sowieso nodig heb zijn matte nylon, silk double georgette, poplin, lycra, tulle mesh en organza. Verder heb ik ook veel gouden schakelkettingen nodig voor in mijn Chloe outfits en parels en diamanten voor in mijn Chloe en mijn fysieke outfit, voor in de bodysuit. Verder heb ik natuurlijk ook een waslabel nodig en hiervoor heb ik een zeer uitgebreide omschrijving gemaakt hoe het kledingstuk te verzorgen en wat te doen als het kapot is of toch vies is geworden. Voor mijn tagpack wil ik een video maken waarin de items half los zweven en ze stuk voor stuk voorbij komen vliegen. De patroondelen komen dan voorbij vliegen en dan komen de afmetingen er ook bij te staan. Verder wil ik gebruik maken van de functies die Chloe nu heeft voor het maken van een BOM en kijken of ik de nieuwe functies van Chloe 6 misschien ook goed kan gebruiken voor dit tagpack. Voor de persona had ik eigenlijk een beetje een meisje zoals ik in gedachten. Iemand die altijd meer wilt, streeft naar beter en af en toe daarbij een beetje de realiteit uit het oog verliest.
Maar toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat iedereen dit wel heeft. En daarom denk ik dat mijn collectie voor iedereen goed is om te kijken en te snappen waar het over gaat. De avatar heeft in de eerste outfit, dus de buitenste laag, een totaal opgespoten gezicht. Tot het misvormde aan toe. Alles overdreven. Ik wil deze avatar in das gaan maken. Ze moet eruit zien als een dom blondje, om het stereotype met de outfit nog eens goed aan te dikken. Ze is boos en kan niet bewegen in haar kleding. Het stoom komt bijna uit haar oren. Maar naarmate de lagen uitgaan, verandert haar gezicht en haar humeur mee. Ze loopt als het ware leeg. Totdat ze bij de laatste outfit een mooi, jong, vrolijk meisje is. Bij de eindpresentatie ga ik naast het Instagram filter ook een korte video laten zien. Het sociaal-maatschappelijke probleem waar het concept over gaat, wordt hier op een verhalende manier getoond. Er is te zien hoe de avatar losbreekt uit lage kleding. Het laat kwaadheid en frustratie zien. Maar op het eind gebeurt er iets onverwachts.